Yo jonge vrie, een hele goede avond. Vanavond hebben we weer cruise. Yes, ik hoop dat je er zin in hebt. Hey, want komend weekend hebben we een prachtig weekend. Het is Pinksteren, bijna komende zondag. Pinksterweekend is het. En Pinksteren is een superkrachtig belangrijk feest. Want we vieren eigenlijk dat met Pinksteren de Heilige Geest kwam over de discipelen, over de apostelen, over eigenlijk alle volgelingen van Jezus, over de mensen die daarvoor open stonden om dat te ontvangen. En het mooie is eigenlijk is dat Jezus al tegen zijn discipelen zei, hey, ik ga naar de hemel, dat hadden we vorige week met hemelvaart, maar er komt iemand die nog veel groter is dan ik, waar jullie nog veel meer kracht mogen ontvangen dan ik. Dat zei Jezus zelf en dat is de Heilige Geest. Want, en waarschijnlijk zullen de discipelen gezegd hebben, maar wat Jezus, dat u weggaat en er komt iemand die beter is, dat kan niet Jezus. U doet wonderen, u doet genezingen, u bent zo goed en zo groot en zo liefdevol en er is niemand groter dan u. En toch zei Jezus, maar er komt iemand die nog groter is en dat is de Heilige Geest. Want, zei Jezus, eigenlijk tegen de discipelen, ik kan maar op één plek tegelijk zijn, zei Jezus eigenlijk. En de Heilige Geest die over jullie gaat komen, die kan overal zijn. Die is overal tegelijkertijd. Die is in jullie. Dus waar jij als gelovige bent, zei Jezus tegen zijn discipelen, daar zal Gods kracht zijn. Dus ik ben niet meer de enige die Gods kracht meedraagt op aarde. Ik ben niet meer de enige die wonderen kan doen voor de Vader. Want de Heilige Geest is in jullie. En daarom gebeuren er wonderen. Daarom gebeuren er mooie dingen. Omdat God in jullie is. De kracht van de Heilige Geest is over jullie. En dat is iets supermoois. En dan lees je inderdaad in Handelingen 2 kan je lezen hoe de Heilige Geest over de discipelen komt, op de discipelen komt, als ze in die kamer met elkaar aan het bidden zijn. En dan lees je, ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken. Woorden die de Heilige Geest hun ingaf. Als de Heilige Geest komt, dan gebeuren er bovennatuurlijke dingen. Als de Heilige Geest komt, dan komt er iets van God op aarde. God geeft ons iets. Hij doet dan iets in ons. God wil dan iets aan ons bevestigen. Hij wil dan ons iets laten zien of hij wil gewoon God zijn en bovennatuurlijke dingen laten zien, bovennatuurlijke dingen laten horen, of ons opbouwen, bemoedigen of geloof geven of genezen, wonderen van genezing. Dat kan allemaal als de Heilige Geest over ons komt. En dan lees je in Handelingen 1 vers 43 ook, iedereen was vol ontzag voor de wonderen en teken die de apostelen deden. Dus eerst was de Heilige Geest in hun en daarna kwam de Heilige Geest over hun. En dat betekent dat ze daarna gingen uitdelen. Ze konden zelf de wonderen doen waar die Jezus ook deed. En dat is wat Jezus had gezegd, er komt iemand waardoor jullie dezelfde wonderen zullen doen als dat ik doe. Omdat de Heilige Geest in jullie komt. En dat is eigenlijk Pinksteren, dat is eigenlijk de Heilige Geest die in ons als gelovigen is. En jij, nu heb ik het even tegen jou heel persoonlijk, jij kan ook bidden voor de Heilige Geest in jouw leven. Dat de Heilige Geest degene is die jouw kracht geeft. Dat de Heilige Geest jouw wijsheid geeft, jouw inzicht geeft. Jouw dingen laat zien die je niet kan weten. Dat de Heilige Geest het is Gods kracht die in jou woont. Hij kan jou moed geven om te spreken over Jezus, om te spreken over je geloof. Hij kan jou dingen laten zien die je helemaal niet kan weten. De Heilige Geest kan jou wijsheid geven. De Heilige Geest kan genezen. De Heilige Geest is eigenlijk Gods kracht op aarde. Jezus is niet meer op aarde. God de Vader is niet hier op aarde. Maar de Heilige Geest is wel hier op aarde. En dat is Gods kracht. En wat ik een heel leuk voorbeeld vind, is om het te vergelijken met elektriciteit. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat God de Vader zegt tegen Jezus, Jezus, kan jij op het knopje van de stroomknop drukken, op de schakelaar van het licht. En Jezus drukt dat schakelaartje in en vervolgens is het de Heilige Geest die de kracht geeft om dat lampje daadwerkelijk te laten branden. Dus eigenlijk de Vader is de opdrachtgever. Jezus drukt op het knopje, is degene die de actie in gang zet. En de Heilige Geest is de kracht zelf, dus die het lampje laat branden, die elektriciteit geeft aan hetgene wat moet gebeuren. En zo kan je eigenlijk ook ons leven zien. God geeft de opdrachten, Jezus is degene die dingen in gang zet en hij heeft alles verbracht wat hij deed voor ons. En de Heilige Geest zorgt ervoor dat het ook echt gaat gebeuren. En die kracht is in ons, jonge vriend. Die kracht is over ons gekomen om wonderen te doen, om voor mensen te bidden en ze genezen te worden, om moed te krijgen om over Jezus te praten, om geloof te krijgen, om te bidden voor wonderen en te zien te gebeuren. En dat is zoiets moois.
En daarom is het zo'n mooi iets om dit weekend en deze vrijdagavond over te praten op je crew. En ik heb twee vragen voor jullie meegenomen om over na te denken. De eerste is, Pinksteren is de start van de kerk. Waarom is de kerk zo belangrijk voor jou persoonlijk? Bij Pinksteren werd eigenlijk de kerk gestart. Het is Gods plan. Waarom is de kerk nou eigenlijk persoonlijk voor God? Maar ook zo belangrijk voor God, maar ook belangrijk voor jou. Denk daar eens over na en praat over met elkaar. En het tweede punt wat ik je wil meegeven is, hoe kunnen wij groeien in hoe de Heilige Geest door ons heen werkt? Weet je, je kan niet in één keer op één dag zo, boem, de geest van God, van God valt over je, de kracht van God valt over je. En je kan daar ineens vol in gaan wandelen. Nee, dat is een proces. Dat komt stap voor stap. En mijn vraag aan jullie is, denk er met elkaar over na, hoe kan die kracht op je leven groeien? Hoe kan die kracht groeien? Denk daar nou over met elkaar. Hey, we hebben een heel mooi weekend. Komende zondagochtend hebben we natuurlijk weer livestream om 11 uur. We hebben daar Hart voor het Huis offer. Ik wil je bemoedigen om te kijken wat kan je geven, wat kan je zelf doen om mee te bouwen. En in de avond om 8 uur hebben we een Holy Spirit Night. Die hadden we natuurlijk eigenlijk de allereerste keer graag hier in het gebouw gedaan. Dat kan helaas niet, maar toch doen we hem online. Dus een kleine bemoediging, zorg dat je die niet mist. De Holy Spirit Night komende zondagavond om 8 uur. Want we gaan bidden voor de Heilige Geest. We gaan bidden voor de kracht van God. We gaan bidden voor genezing. We gaan een hele mooie avond met elkaar hebben en God zoeken. Ik wens je een hele goede avond met je crew toe. Bid nog even met elkaar. God zegen.